Hallo iedereen, ik zit binnen, ik zit gewoon op mijn gemakje in de zetel in mijn living en buiten regent het, het regent en het regent al de hele dag, het blijft regenen en ik ga zo meteen even het weerbericht kijken voor de rest van de dag en de rest van de week, Allee ja. De komende dagen, de volgende dagen. En ja, het is ook een stuk kouder geworden nu. Vorige week was het 20, 21 graden Celsius. En nu voelt het echt veel kouder aan. Maar laten we eens even kijken samen naar het weerbericht. Ja, dan ga ik hier eens kijken naar het weerbericht. Dat zegt hier 11 graden. Dat is. Celsius, 11 graden Celsius. Dan gaan we eens verder kijken. Het weer, 11 graden. En dan, hier staat bewolkt, voelt als 8 graden. Ja, ik had al zo de indruk dat het een stuk kouder was dan de vorige dagen. Dus 11 graden Celsius. En wat krijgen we dan als we verder gaan kijken? Hier. Regen, 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 regen. Bewolkt. Waar is de zon? Waar is de zon? En dan gaan we kijken. Hier. Vandaag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Dus heel veel regen. En kijk eens naar deze temperaturen. Hier komen maximum 17 graden. Maar ook regen, woensdag 19 graden, maximum, Celsius, maar ook regen. Kijken of ik nog iets meer kan zien, hier, klik op meer. Wat komt er dan op, oké, okay, er dus zegt hier lichte regen. Zo dat is ja, het regent, lichte regen. Ja, regen is regen. Dus lichte regen. Niet hard, het regent niet hard, het regent licht, maar het regent. Gevoelstemperatuur, dus het voelt als 8 graden Celsius. Vochtigheid. Ops. Oh, oké. Okay. Daar gaan we weer. 87 graden en bewolking. Uh, 87 graden zich, uh, 87% en bewolking 97%, dat is ja, volledige bewolking bijna. UV-index, ja, als de zon schijnt, 2 van 10, ja, dat stelt dus niks voor. Hoeveelheid, hoeveelheid regen, 0,06 mm, geen idee hoe dat ze dat berekenen, maar in ieder geval het regent. En de wind is aan windsnelheid 21 km per uur. Dus dat is behoorlijk veel wind. En je ziet hier. Dat is um, de temperatuur per uur. En aan um, bijvoorbeeld 16 uur. Dat is vanmiddag, 16 uur is 4 uur uh, in de middag. 16 uur een beetje zo. Uh, regen om 17 uur regen, om 18 uur regen, om 19 uur regen en om 20 uur blijft het bewolkt, maar dan zou het niet regenen, of misschien een beetje en dan verder om s'avonds om 21 uur, 22 uur, 23 uur regen, regen, regen. Dan gaan we kijken naar morgen. Morgen is het 17 juni. 10 graden, dus ja goed, doe maar op. We gaan nog een beetje kouder. Kouder, kouder is Vlaams. Regen, regen. 10 graden, 9 graden. Ja, allemaal oh. regen. 10 graden, 11 graden. Regen, bewolkt. 12 graden, 13 graden. We gaan een beetje warmer. Hier nog steeds bewolkt. Hier zouden we een klein beetje zon kunnen hebben, maar dat is om 22 uur en om 23 uur, dus dat is eigenlijk in de nacht. Ja, het is hier 24 uur licht nu, dus um, vandaar. Ja, daar heb je ook niet veel aan als om 's nachts de zon schijnt en overdag het regent. Ja, dat helpt niet veel. Het is wel licht, maar goed. Zaterdag gaan we Bewolking, klein beetje zon, maar koud. Koud voor deze tijd van het jaar: 10 graden, 9 graden, 8 graden, 10, 11. En hier gaan we een beetje warmer: we gaan tot 17 graden. Maar voor deze tijd van het jaar is dat heel koud.